Ik ben gevraagd om iets te vertellen over de aanlegtesten, IBOP, ABFP en hoe daar mee om wordt gegaan. Wat we verwachten van het Friese paard, hoe we ze aan het werk willen zien en wat we doen met die informatie. Dus daar ga ik het over hebben. Ik weet niet of jullie al heel veel hebben gezien vanmiddag en wat jullie informatie is dat je al hebt opgedaan. Misschien dat het overlapt. Maar goed, mijn naam is Erger van Hal. Ik doe voor KFPS. Oh, dank je. Voor KFPS het verrichting jureren. En ook de centraal onderzoek ben ik als adviseur mee aan het kijken vanuit de verrichtingsjury. Dus ik doe best wel veel dit werk zeg maar bekijken. Dus ik probeer jullie een beetje erover te vertellen wat de verschillende opties zijn en even een basisverhaaltje, hoe het opgezet is. En ik wil eigenlijk wat video's kijken. Ja, op mijn laptop en telefoon liepen steeds mijn video's vast, dus we moeten er zelf een beetje mee spelen. Maar dat komt vast wel goed. Dus als jullie onderweg vragen hebben of iets is onduidelijk, of schroom niet om even wat te zeggen, want het is leuk om een beetje interactie te hebben. Ik moest vanmorgen in de baan en in die grote hal is met mensen aan de kant altijd lastiger. Maar het is wel leuker als iemand iets ervan vindt. Dat je ook daar samen over kunt praten. Maar goed. Als er iets onduidelijk is of je hebt een vraag of wat dan ook, dan gooi het in de groep. Goed. We hebben natuurlijk heel veel opties aan de hand en met keuren en... er is een hele cultuur met Friese paarden. Als ik kijk bij ons, bij de achterburen, als ze de Friese paarden losdoen en zij zat helemaal met het haar los en zo hard mogelijk door de baan heen, vinden ze dat allemaal fantastisch. Maar dat is wel een ander verhaal ten opzichte van het werk met iemand erop of erachter. En ook is dat wel nodig om een predicaat te behalen of om iets in je fokkerij te verankeren of om een goede lijn op te zetten, dat je ook wel die IBOP of sportresultaten of in ieder geval in het werk ook iets bereikt. Dus de volgende opties zijn er en ik vergelijk ze even, ik loop het even door. Je kunt een paard in de sport iets laten... Ja, hoor je mij goed? Ja, je kunt in de sport iets doen. Het is ook maar net wat je situatie is als fokker. Niet iedereen heeft alle capaciteiten zelf of mogelijkheden om iets met het paard te doen. Je hebt verschillende opties om te gebruiken om wel daar de goede resultaten mee te krijgen. Ben ik nu eraf? Ik heb hier een ander. Ik ga rustig door. Als je dus op dressuurwedstrijden gaat rijden, of onder de man of aangespannen, een sportpredicaat is wel iets waard en dat levert je ook iets op qua predicaten. Als je nou een voorlopige kroon, een voorlopige ster of iets, zul je toch iets moeten doen in het werk. Maar voor het stamboek om daar veel informatie uit te krijgen is wel lastig, want het is iets met... het is heel individueel, het is iets wat door een jurylid beoordeeld wordt, wat niet iets zegt over... kwaliteit of waar je ook iets mee kunt meten. Maar goed, het is wel fijn om te weten als je een sportpredicaat hebt, het telt wel, maar niet voor de informatie vanuit het stamboek. Dat is anders als je een ABFP-test hebt of een IBOP, wat betreft informatie over kwaliteit in basisgangen en wat je daar, als je een voldoende score kunt halen, wat je daaraan gekoppeld hebt. Het verschil in ABFP, ik weet niet of iedereen weet wat de ABFP inhoudt. Maar in het kort, in Warga hebben ze de groepen van de paarden die getraind worden daar 7 weken voornamelijk. Die 4 keer examen moeten doen. En wat dus ook gewoon gedocumenteerd wordt door het stamboek. En waar best wel informatie uit te halen is. Ja, als je zelf niet kunt trainen of je kunt niet in de sport iets doen, is dat wel een goede optie. En ook als je niet een ruiter laat trainen voor een IBOP kun je het hier op dezelfde manier behalen. Dus je moet een score van 77 of hoger halen, wil je er iets mee doen. Of als je voor de moeder iets moet hebben, voor bijvoorbeeld prestatie, heb je 3 nakomelingen nodig met 75 punten of meer. Dus je krijgt wel veel informatie vanuit ABFP, die je jaarlijks ook gewoon terug kunt kijken om te vergelijken. Het afstammelingonderzoek zit daar ook bij in. Dus de hengsten die goedgekeurd zijn, die zijn verplicht om
20 nakomelingen te laten testen daar. Ja, wat dus ook gewoon vergeleken wordt en waar afhankelijk van is of een paard in de dekdienst mag blijven. En dat is ook wel leuk om te vergelijken, want als je daar dus ziet de verschillende hengsten. Ja, je krijgt wel een goed beeld van wat een hengst precies geeft. Of wat voor type paard je kunt herkennen in kwaliteit of juist niet. Je hebt de optie om naar de ABFP te gaan of naar de IBOP. Ik heb vanmorgen hetzelfde verhaal ook over de IBOP gehouden in de baan. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ik ga er niet vanuit, maar dan kan ik het nog een keer doen. In het kort, ik vind altijd wel de discussie lastig dat mensen sowieso is het moeilijk om kritisch te zijn op je eigen paard. Maar ook dat een goede IBOP of een goede ABFP score of wat je precies verwacht is iets anders dan een goede dressuurproef. Je kunt wel 70% rijden in je dressuurproef en toch niet een paard hebben met natuurlijke aanleg of de kwaliteit om de score te halen die ze misschien verwachten. En dat is best soms moeilijk voor mensen om daar het verschil in te zien. Dus ik weet niet of dat voor jullie duidelijk is, maar zie je wil ergens iets natuurlijk zien in wat het paard vanzelf heeft in lichaamsgebruik en balans en dat hij zichzelf draagt en wat hij doet vanuit het achterbeen. Ik had laatst ook met mensen die hadden een merrie die heel goed, weet ik veel, fokdagkampioen of weet ik veel iets was, een heel royale merrie ook. Ik vond het echt een hele verschijning. Alleen wat hij in de proef deed was nergens iets van aanleg. Als hij nou laat zien dat hij een overgang vanzelf vanuit achterbeen reageert of draagt, maar dat nog niet vol kan houden of het is nog ergens iets wiebelig of groen. Ja, dat in een dressuurproef anders dan in een aanlegtest, weet je, dat vergeef je hem. Maar hij liet eigenlijk nergens iets zien wat erop leek en de stap was daarin ook nog wel echt een beetje spannend, dus daar miste hij echt wat zuiverheid. Hij had aan de hand een 8 op de stap en zij waren natuurlijk helemaal blij met hun paard. Maar ja, wat je niet ziet kun je ook niet meenemen in de beoordeling, dus het is wel ergens, al is het maar korte momenten zichtbaar dat hij schakelt of een keer een overgang vanuit achterbeen draagt of in ieder geval iets van kwaliteit laat zien en daarna weer een keer wat uit balans raakt. Maar dit paard bleef de hele tijd een beetje duwen en lang aan de achterkant en zo voorover. Ja, dat is dan ook wel de beoordeling waar je het mee moet doen. Het is niet dat je er allemaal plezier bij kunt hebben en daar punten aan kunt geven. Dus het is niet dat het helemaal een foutloze proef op de letter moet zijn, maar wel iets wat kwaliteit, ja, natuurlijke aanleg of kwaliteit zichtbaar moet hebben. Is dat duidelijk verhaal? Want het is best wel lastig dat je, het is gewoon echt iets heel anders dan een dressuurproef en je wil echt wel iets natuurlijks. Je mag er ook best wel gewoon aan rijden in een IBOP. Het is wel fijn dat iemand er ook weet waar de sterke punten zijn, wat je moet, wat je eruit kunt halen uit dat paard. En je mag er best wel een beetje meer aan rijden met een beetje meer power, als dat paard dat ook kan handelen, dan in een braaf gereden dressuurproef zonder energie. Want ja, dan is het paard ook niet zo te beoordelen of die ook echt daar het achterbeen heeft en lichaamsgebruik. Dus, wat heb ik nu? Oh ja, nou die IBOP is dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die ABFP. Alleen kun je dus een eigen ruiter erop zetten die hem voor je traint. En zoals hier staat, je kunt 2 IBOPs per dag doen. Maar het is in ieder geval ook 2 keer per jaar mag je die IBOP proberen. Dus er zijn echt paarden die oneindig die IBOP lopen. Nee, waar is het voor? Allereerst dus ook om een voorlopig predicaat om te zetten in iets definitiefs. Dus een voorlopige kroon, een voorlopige ster moet in het werk iets laten zien wat goed genoeg is. Dus een voorlopige ster moet op stap en draf nu nog een 6,7 gemiddeld hebben. Om een voorlopig ander predicaat om te zetten is 77 of hoger om de IBOP te halen. Ik weet niet of iedereen weet wat... Ik ben een prijsverschil tussen IBOP of je prestatie? Nee, als je een IBOP rijdt, of je doet dat zelf, of je laat hem ergens trainen, maar dat is maar net hoe lang je hem in training zet, wat de kosten daarvan zijn. Nee, als je hem 7 weken brengt in de ABFP, heb je 1 vaste prijs. En daar kan die redelijk groen naartoe.
Maar het is fijn als je iets kent, maar er zijn ook gewoon groene paarden die er naartoe gaan. En voor de e-bob, ja, is maar net hoeveel tijd je daarvoor neemt en hoe lang je hem ergens in training zet. Wat, ja, afhankelijk daarvan zijn de kosten hoger of lager. Maar goed, dat is dus wel ja, de afweging. Of je doet het zelf. Weet iedereen wat, wat de cijferbalk is van een e-bob of ABFP waar je op scoort? Het is in ieder geval alle drie de basisgangen en die gaan keer twee. En de houding en balans, wat je natuurlijk in alle drie de gangen meeneemt. Dus je, en ik vind dat dat best wel een lastig cijfer om te combineren, zeg maar, want een paard met heel veel houding kan wel een lichaamshouding hebben wat neerwaarts is. Dat hij in de romprichting eigenlijk de verkeerde kant op drukt. Ja, wat je dan dus wel moet middelen, dat je daar ook wat in de toelichting duidelijk in moet zijn. Omdat het, ja, het kan aan de ene kant goed zijn en aan de andere kant juist niet. Dus dat je daar wel iets mee doet. En als dat juist heel positief is. Daarbij is het wel allemaal ook iets in elkaar verweven. Want souplesse, een stukje lichaamsgebruik van nature is ook wel weer iets wat natuurlijk met balans en lichaamshouding te maken heeft. En daarnaast het schakelen. Ja, in alle drie de gangen wil je zien dat het paard de juiste reactie geeft vanuit het achterbeen. Dus dat in een overgang het achterbeen aansluit of dat hij vanzelf al het achterbeen de goede kant op zet. En als er een ruiterhulp gegeven wordt, dat je ook ziet dat de juiste prikkel er is. Daarnaast nog impuls. En dat is wel een beetje een ruim begrip, want het is niet alleen de activiteit, maar ook daarin wordt meegenomen een stukje instelling of rijdbaarheid. Ja, wat eigenlijk nog duidelijker daarbij omschreven moet zijn, maar dat is wel een beetje hoe het bekeken wordt. Dus het is alle drie de basisgangen, houding en balans, souplesse, schakelen en impuls. En in dat totaalpakket moet je dus eigenlijk alles meenemen, ja, wat dus soms wel lastig is. Want je hebt een paard met één gang wat heel goed is en één gang minder. En dan kom je dus wel op een beetje een saai gemiddeld cijfer. Omdat je het uiteindelijk in alle drie de gangen ja, meeneemt om tot dat cijfer te komen. Maar goed, als een paard aan de hand heeft laten zien dat hij kwaliteit heeft en in het werk heeft dat paard nog steeds dezelfde kwaliteit of misschien meer en ook de juiste instelling en rijdbaarheid, is dat meer waar het de e-bob of ABFP voor is, dan zou het paard in principe ook gewoon de voldoende score moeten halen in mijn ogen. Dat als de kwaliteit er is en het paard is rijdbaar, dan, ja, dan heb je 77 punten als ondergrens. Nou ja, hier staat nog uitgelegd wat het dan, hoe het in punten opgebouwd is. Je moet gemiddeld een 7 hebben. Je kunt een paard hebben met een 5 op de stap die toch 80 punten haalt, maar dan een onvoldoende, dus zeg maar onder een 6 haal je hem niet. En je moet op de basisgangen gemiddeld 7 hebben, dus zeg maar 3 keer opgeteld 21 om het te halen. Wat ook best wel stom is als je dat net vergeet en je geeft de cijfers en je telt het op en iemand heeft 20,5 of weet ik waar je op uitkomt, 20. Ja, ik bedoel dat kan, maar dat is wel sneu. Dus dan moet hij nog een keer terugkomen. Wat ik zeg, onvoldoende dus onder een 6 kan niet gecompenseerd worden. Je kunt dus onder het zadel aangespannen en dan aangespannen kun je de memproef doen. Of tuigproef. Dan zijn er jammer genoeg niet zoveel tuigproeven, want dat is altijd wel veel spektakel. Maar ja, veel rijden en veel mennen. En de proef is hetzelfde voor het rijden en het mennen. Dus de beoordeling ook. Ja, wat ook wel leuk is. Want je verwacht soms. Soms heb je verrassend voor de wagen ineens heel veel handige paarden. Of dan heb je de rijproef afgesloten. Kom je bij het aangespannen en denk je, oh, nou, verrassend veel goeie. Voorheen was bij het aangespannen de galoppen niet bij. En het was best wel een beetje spannend voor iedereen toen dat wel ingevoerd werd. Maar uiteindelijk voor de wagen galopperen ze echt wel goed en is het ook goed te beoordelen. Ja, verbaast me wel dat zo goed uit de verf komt. Goed, nou je kijkt dus altijd, als we straks iets video's kunnen zien, je kijkt altijd naar kwaliteit. Dus je begint altijd met tact. En met name in het stappen is daar wel. Niet iedereen kan veel kwaliteit herkennen in het stappen. Dus dan zeggen mensen, ja, hij stapt zo groot of hij is wel actief. Ja, maar je begint echt met de viertakt. Je wil wel zien dat het paard takt zuiver is. Dus daar kun je niet omheen. En je hebt echt veel problemen in de test.
zoals ik het ervaar, in met name het stapgedeelte. Dus de grootste problemen als paarden wel de kwaliteit hebben, is de stap vaak het struikelblok. Dat ze of de pas niet afmaken. Dus je wil gewoon, nou, daar komen we zo wel, maar je wil in ieder geval zien dat het paard een V-vorm maakt en dat het achterbeen het voorbeen verdrijft. En niet dat het voorbeen te snel weg is, of dat het ergens ongelijk is, of kort maar wel zuiver. Je hebt natuurlijk zoveel verschillende manieren van stappen. Dus ja, je blijft het scala steeds in je hoofd afwerken om tot een cijfer te komen voor elke basisgang. Nou ja, een perfecte omschreven stap. Ja, elk paard is natuurlijk weer anders. Je hebt zoveel verschillende dingen waar je over denkt van ja jeetje. En sommige paarden hebben veel lengte, dus dan zou je eigenlijk meer overstap willen zien. Maar dan hebben ze eigenlijk voldoende ruimte, maar zijn ze een rib te lang of juist andersom. Dan denk je, oh, hij heeft wel een ruime stap, maar dat lichaam is zo kort. Je wil er toch iets meer lichaamsgebruik zien. Maar in principe een correcte stap die gewoon in juiste viertakt getoond wordt, moet altijd een 6 zijn. En daar, nou ja, al naar gelang de kwaliteit, kun je het opwaarderen naar een hoger cijfer. Dus je wil gewoon altijd zien dat het paard door het lijf beweegt en de passen afmaakt. En dat je altijd die zuiverheid houdt in lengte en in meer gesloten en meer aangespannen. En ook, ja, ik vind altijd wel iets van natuurlijke aanleg als het paard in een overgang, zeg maar vanuit de draf terug naar de stap, direct klopt in de juiste takt en direct ook vanuit het achterbeen actief naar voren reageert. En dat hij dat vanzelf ook doet. Niet dat hij daar eerst moet zoeken naar of het ritme of balans. En datzelfde geldt voor mij ook, vind ik altijd een goed meetpunt. Als je vanuit de galop terugkomt naar de draf en een paard wat kwaliteit heeft, kan direct ook weer dragen. En meestal ook de mensen die dan te voorzichtig rijden in de proef, die hebben na de galop veel meer energie in de draf en krijgen eigenlijk veel meer expressie. Die paarden hebben ook dus juist van nature de handigheid om ja, zich te dragen en het achterbeen onder de massa te plaatsen. Dus dat is wel iets wat je meeneemt in de kwaliteit en ja, dus ook in schakelen bijvoorbeeld. Maar ja, overgangen zijn wel daar echt goed, ja, goed meetpunt voor om te kijken of die direct ook klopt en nou ja, wat die van nature doet. Nou, hier zijn verschillende foto's van beenzettingen in de stap. Wat je vaak ziet is, ja, of lateraal dat het een tweetakt wordt, ja, of gewoon een voorbeen wat te snel weggezet. Dat is eigenlijk het meeste euvel. En dat is ook wel een handige ruiter die dat kan verbloemen of die daar iets mee kan. Is dat duidelijk voor jullie zo, ja, niet anders dat jullie er naar kijken in wat jullie doen, zoals ja, mijn verhaal is of wat mijn visie is in kwaliteit van bewegen? Het lijkt me best wel moeilijk met stap als het paard ontspanning heeft. Als dat ontspanning is, dan moet je toch wel op een voordeel. Nou ja, maar soms, zie, die proef is ook nog best wel een beetje rottig, vind ik hoor. Dus daar moet nog wel een keer naar gekeken worden voor mijn gevoel. Maar je hebt in de IBOP-proef het eerste stukje stappen is dan korte zijde overgangstap, dan oversteken, een beetje stom lijntje en dan daar weer aandraven. En dan het laatste stuk stappen is meer vrije stap en een langere lijn. En dan heb je soms paarden die wel de kwaliteit hebben, alleen die in de eerste helft van de proef nog te veel spanning hebben en daar ja, niet stappen en aan het eind dus juist wel stappen, dat je denkt, het zit er wel. Ja, je neemt natuurlijk het hele plaatje mee, dus je kunt dat wel ook toelichten aan het eind. En heb je het wel gezien, ja, wordt het cijfer niet heel hoog, maar dan kun je wel in ieder geval naar een voldoende als het paard wel heeft laten zien dat de kwaliteit er is. Dus snap je, ja, als er in het begin te veel spanning zit of er zijn goede stukken, maar het is nog... als een paard moeite heeft met trekken van de wagen bijvoorbeeld. Of, het kan van alles zijn waar spanning van ontstaat. Maar je neemt wel de hele verrichting mee. Dus als het wisselend is, kun je het toelichten en doe je daar wel iets mee. Maar is de hele verrichting ja, onzuiver, is dat wel wat het is. Snap je? En soms dan denk je ook, je hebt soms grote stappers of paarden die dan nog een beetje zich vasthouden. Als je hem dan loslaat en je hebt een stukje vrije stap aan het eind, nou, dan zal die wel beter worden, maar die, of is hij correct en dan verwacht je ook nog meer stap met meer ruimte. En dan zijn sommige paarden zo onhandig als je ze dan loslaat,
dan is heel de stap weg en is het helemaal een rommeltje qua tak. Dus, ja, je weet ook niet hoe het is. Dus het is een momentopname, maar je beoordeelt wel de hele verrichting. Dus ja, ik vind wel als je dat duidelijk in je toelichting benadrukt ook, dat je goede momenten en mindere momenten hebt gezien en dat je daar je cijfer op hebt gebaseerd, ja, dan snappen mensen ook hoe je er komt. En het is ook, stel dat je een paard hebt wat echt heel veel spanning heeft en je denkt, nou, als je nou nog even ietsje na de proef langer mag stappen, dan kun je dat ook nog bespreken en daar even naar kijken samen. Maar ja, sommige paarden, we hadden laatst ook een tuigproef met een paard wat voor de proef echt bijna niet heeft gestapt, wat dan best moeilijk is om een cijfer aan te koppelen, maar na de proef was hij zo heet en aan, dat was ook niet nog een optie om het nog een keer te zien. Dus ja, dan is het cijfer gewoon laag. Weet je, ja, als je denkt, voordeel van de twijfel, of je denkt, ik geef hem iets meer tijd en doe het nog een keer, ja, dan is dat toch altijd bespreekbaar. Het is niet een dressuurproef, het hoeft niet helemaal perfect en je wilt toch allemaal proberen het maximale eruit te halen. Dus als je er zo in staat en je kunt het met iedereen even bespreken. Ik bedoel, wat je zegt, stap is wel het snelste, is wel snel breekbaar. Oké. Als jullie hier voor jezelf iets van kunnen zeggen, als je begint met tact. Ja, wat ik zei, dat het voorbeen gewoon vaak snel weg is. En niet wacht tot het achterbeen het verdrijft, zodat je die duidelijke V-vorm niet ziet. Oh, ik ga te snel. Was dat voor iedereen hier zichtbaar? Dus dat je ook ziet dat vooral het linker voorbeen eigenlijk al weg is voordat het achterbeen er is. Ja, dan mis je dus die viertak. Nou was het ook nog eens een keer. Even kijken of ik terug kan. Kan ik dat? Ik ben echt heel onhandig hiermee, dus ik heb echt hulp nodig. Nee, ik had hem al in terug gedaan. Maar toen bleef hij hangen. Ah, zo. Ja, dank je. Ik hoop dat ik het zo meteen ook kan. Oké, dus je ziet hier, als je wilt dat hij... Het is ook een stukje lichaamsgebruik. Nou is hij best wel haastig. Hij heeft weinig ruimte. Rechtsachter tilt hij nog ietsje hoger op dan links. Als je zo lang naar gaat kijken, zie je van alles eraan. Maar je ziet in ieder geval dat het niet de juiste viertakt is. Is dat voor jullie allemaal ook duidelijk zichtbaar? Dus ja, je moet in ieder geval onder een 6 komen met deze stap. Met de toelichting ook dat er... om te beginnen te weinig viertakt is en te weinig ruimte en te weinig lichaamsgebruik, dat je daar meer wil zien dat hij de pas afmaakt. Heb ik nou dezelfde? Ja? Ja? Omdat ik de driehoek niet zie? Nee. Omdat je wil zien dat het achterbeen het voorbeen verdrijft. Dus het voorbeen moet wachten tot het achterbeen er is, dat je die V-vorm ziet. En dat voorbeen is al te snel weg, dus de viertakt is heel breekbaar. En daarnaast, om te beginnen met de tak, daarnaast wil je ook nog meer ruimte en meer lichaamsgebruik. Maar ik bedoel, is die kort en zuiver, kun je prima op een 6 zetten. Maar is de viertakt er niet, dan moet je daar iets mee. Nee, eigenlijk in het hele lichaam zou je meer willen... Als je ook een paard hebt wat bijvoorbeeld heel veel door het lichaam gebruikt en zo heel erg veel gaat strijden, dan als je hem van achteren ziet, zie je ook zo die staart erachteraan bewegen en zie je dat die hele wervelkolom gewoon los is en dat paard niet soort van het lichaam in één standje heeft en dat de benen bewegen, maar dat het ook gewoon door het lijf beweegt en niet alleen over de benen. Ja. Snap je? Vinden jullie deze zuiver? Niemand heeft iets te zeggen.
Maar ik vind hem wel zuiver. Is het voor jullie een heel hoog cijfer? Wat zeg je? Oh. Moet ik weer naar de volgende? We kijken 10 keer naar 16. Oké. Okay. Vinden jullie deze cijfer? Dat was mijn vraag voor de volgende video. Veel verschillende typen paarden, hè? Als je al meebeweegt, klopt het al niet. Oh, sorry. Nog een keer of duidelijk? Wil je hem nog een keer zien? Dit was, dit was 16, dit is 17. Dus dit was een ander paard. Ook niet te missen, een heel ander type. Hij staat rechts voor ons stuk kort. Ja. Dus. Ja, nou ja, dat is het niet echt, maar. Hij mist viertakt. En het is best wel gek als hij voor ongelijk is. Want meestal heb je achter ongelijke passen. Dat hij kort lang stapt aan de achterkant. Maar je hebt zoveel verschillende. Manieren van stappen en ook heel veel invloed van de ruiter. Als je dat net vroeg van dat lichaamsgebruik, dan zie je toch wel al dat hier meer verschil in is. Ja. Ja, en dat is dus wel, als je dan de hele proef ziet en hij heeft momenten, veel meer dat hij wel de pas afmaakt, kun je hem daar nog een 6 op geven. Maar als hij eigenlijk nooit wacht en het voorbeen is altijd te snel weg, snap je, dan is dat wat je ziet. Dus dan kun je er gewoon 5,5 geven, omdat je denkt, die andere geef ik een 4,5 of een 5, of dat je het uit elkaar trekt. Maar ja, het blijft allebei niet goed. Maar die andere was wel gewoon echt duidelijker ongelijk. Hier zie je in ieder geval dat hij zuiver is. Dat is gewoon al fijn. En dan kun je daar ook je cijfer aan koppelen. En daar mag hij nog wat meer overstap hebben. En nog meer lichaamsgebruik om een heel hoog cijfer te krijgen. Maar dan kun je in ieder geval naar een voldoende. Ik zou hem een 7 geven voor die stap van hiervoor. Dan kun je niet wat jullie in je hoofd hadden. En deze is een beetje wisselend. En dat is best wel moeilijk, want als hij een beetje ijverig wordt en iets te veel naar voren wil, kan hij het achter niet altijd bijbenen. En dan, als je er te lang naar kijkt, heb je achter iets ongelijke pas. Sorry. En dat haar is ook echt wel. Iets wat afleidt. Zie je, dan wordt linksachter korter. En dan hoef je ook niet alleen maar kritisch te kijken en fouten te zoeken, maar ja, je moet wel iets ermee doen. En dus ook wel lang genoeg kijken om het kloppend te krijgen, zeg maar, wat je gevoel erbij is. Snappen jullie een beetje hoe lastig het is met die stap? En dan kun je het maar één keer zien in zo'n ploeg. Nee, we hebben geen filmpjes. Ja. We moeten. Hij mag vanaf 4 een IBOP doen. Oh, dan vind ik ook nog heel jong. En dan denk ik van ja, dan ben ik nog zo slap. Dan denk ik van, allicht zijn ze wel eens gewoon regelmatig. Ja en nee. Nou, punt 1. Wat ik zei, het is geen dressuurproef, dus het hoeft echt niet vlekkeloos te zijn. En je vergeeft hem heus wel een keer een fout of een stukje spanning of iets wiebeligs. Dus dat is nog steeds hoe je ernaar kijkt. Je wil gewoon kunnen zien dat de kwaliteit aanwezig is en zo beoordeel je het ook. Het is niet dat je hem afvikt. Het kan best wel zo zijn dat een paard van 4 zijn balans nog niet heeft en zijn kracht nog niet heeft. Dat je hem thuis moet houden. Als hij 7 is en dat wel heeft, ja. Dat je een hele andere stap ziet. Ja, en sommige mensen willen ook. Het is eigenlijk best wel jammer dat zo'n paard zo jong al zo beoordeeld wordt. Ja, dan moet je niet komen. Ik doe dat ook niet. Ja, maar je moet wel gewoon ook goed kijken naar je eigen paard, wat je hebt. Sommige paarden van 4 kunnen het juist heel goed aan. En sommige mensen hebben ze dan ook gewoon klaar ervoor
na de keuring of weet ik wat ze ermee hebben gedaan. En daarna, als je ermee gaat fokken, is het wel weer lastiger om er dan nog iets mee te doen. Dus dat is maar net ook hoe je er zelf mee omgaat. En wat je, je moet gewoon kritisch kijken naar wat het paard aan kan. Het ene paard van 4 kan het met gemak en het andere paard heeft inderdaad meer tijd nodig. Of denk je, die geef ik tijd en die komt er nooit. Ja, dat is maar net, ja, daar moet je zelf toch kritisch naar kijken. En dan als je komt, ja, dan word je wel beoordeeld op wat het is. Maar er zijn dus ook mensen die dan wel de score hebben gehaald, maar later een keer terugkomen om een hogere score te halen. Ja. 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 En hoe langer je wacht, eigenlijk hoe meer ervan wordt verwacht. Dus wat, ja, wat is dan de overweging op welke leeftijd je het beste kan doen? Kijk, ja, dat is wel weer een beetje hetzelfde antwoord, dat je toch kijkt naar het individuele paard. Je moet een beetje weten wat je eigen paard, sowieso wat de kwaliteit is en wat je doel ermee is. En ja, welk moment goed is om het te doen. En dan ook welke optie je gebruikt, of je hem dan ABFP laat doen of IBOP of via de sport. Snap je? Ja, dat is toch moeilijk om iets van te zeggen. En maar ik vind niet per direct dat je, of per definitie, dat je ook anders moet kijken naar een paard die ouder is. Want je kunt niet alles invullen. Soms heb je een oude paard die niet meer werk heeft gedaan, maar fokkerijdienst heeft gehad en dan het later moet doen. Dus je weet niet wat het is. Ja, dus er zit niet een steeds verschil in. Nee, maar die hoeft ook niet een andere verrichting te doen, nee. Nee hoor, het is niet dat je er meer van verwacht. Het is soms misschien moeilijker als je een fokmerrie hebt die nog in vorm moet en het dan nog moet doen. Maar ja, ik bedoel, ja, dat is wel hetzelfde. Het is per geval verschillend. Dus ja, het is niet dat je anders kijkt. Het is ook, soms heb je een paar die hebben het sportpredicaat en dan kijk je ook niet strenger naar omdat ze al op een hoger niveau lopen. Je wil gewoon kwaliteit zien en dat wil je beoordelen. En dit is ook niet de garantie dat een paard dat op hoger niveau loopt kwaliteit heeft om de aanlegtest te halen. Ja, als je braaf een zetproef kunt rijden voor een sportpredicaat of je rijdt lichte toer met een paard wat correct is afgericht, maar die heeft de kwaliteit in de basisgangen niet, dan kan die nog steeds in de IBOP lager scoren, omdat dat ja, een heel andere kijk is. Dus ja, het is niet dat je er anders naar kijkt op leeftijd of op africhting. Wat zeggen jullie van deze? Ik vind deze wel vlijtig stappen, wel fijn door het lijf, misschien iets haastig. Als je er heel lang naar kijkt, zou je wel misschien iets aan de achterkant kunnen zien, maar volgens mij is dat meer omdat je dan heel erg gaat zitten zoeken. Ik vond dit een fijne stap, jullie ook? Fijn actief, zuiver, ruim, fijn door het lichaam. Even hoor. Ja, maar dat laatste lijntje van de proef is vrije stap, dus daar mag je ook wel lengte hebben en dan kan het paard ook gewoon de hand volgen en rekken. Ja, ja hoor. Duidelijk voor jullie zo? Dus dat stappen is best wel een lastig dingetje en ook om zuiverheid te herkennen en om kritisch te zijn op je eigen paard. Maar dus om altijd wel te beginnen met takt is wel iets waar je aan vast moet houden, want de rest, je kunt een zuiver paard hebben wat kort is en wat een 6 haalt, maar een paard wat heel veel ruimte heeft of heel veel activiteit, maar de juiste takt, ja, krijgt een lagere score. En jullie ook al iets van video-analyse, om het wat meer te overleggen, dan merk dat verschillende mensen misschien verschillende dingen interpreteren. Ja, dat zou eigenlijk niet moeten, maar ja, dat hou je natuurlijk toch. Iedereen doet het naar eer en geweten, maar we proberen zo goed mogelijk in ieder geval vaak genoeg te zitten en met elkaar bij te scholen, dat je gewoon weet hoe je kijkt en wat er verwacht wordt. Maar goed, ja. Ja, nee, sowieso. Ja, nee hoor, dat is buiten kijf. Maar het is natuurlijk wel, je moet wel met z'n allen blijven bijscholen en om de tafel blijven zitten. Om paarden te beoordelen zonder de afkomst en zonder het weten wie de
Nee. Daar heb ik het nog nooit over gehad. Kan me ook eigenlijk niet zoveel schelen, als ik heel eerlijk ben. Bij elk paard van binnenkomt, zie je met grote letters de fokker en de afkomst van het paard. Toen dacht ik van ja, eigenlijk zou dat niet iets beter zijn. Nee, misschien niet. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ik probeer iedereen zo goed mogelijk de beoordeling te geven die ik vind dat het waard is. En als je denkt, waarom, ik geef een 7,5, waarom geen 8? Nou, om die en die reden, dan kan iemand het ook vragen en dan kun je dat terugkoppelen en dan kan hij daarmee doen wat hij wil. Maar als je denkt, ja, waarom geen 8? Nou, omdat hij van die en die is, snap je, ja. Doe ik iets fout? Ja, maar misschien dat je dan ook te veel ervan verwacht. Ja, we zijn er weer. Nee, ja, dat zal heus gebeuren en dat is in de dressuursport vast ook voorbeelden genoeg dat mensen zo punten. Maar ik kan zo niet jureren. Dus om voor mezelf te spreken, ik probeer zo goed mogelijk klein te houden en dat vind ik al moeilijk zat. En ik probeer iedereen uit te leggen hoe ik tot dat cijfer ben gekomen. Je doet het voor het stamboek en je probeert de juiste informatie te geven. En ik probeer altijd iemand de kans te geven en positief te blijven of in ieder geval het voordeel van de twijfel te kunnen geven, mocht dat zo zijn. Maar wat er niet is, dat is er niet. Dus snap je, daar moet je het mee doen. Dus ja, ik kan niet ook nog allerlei randvoorwaarden erbij gaan pakken om dat ook nog mee te nemen. Zo zit ik niet in elkaar, maar goed, het blijft mensenwerk. Oh nee. Even wiebelen. Ja. Oké. Nou, we doen hetzelfde onder het zadel. Nou, had ik net de overgang vanuit de draf naar de stap. Die geeft ook al best wel informatie om te zien wat dat paard vanuit het achterbeen doet. En hoe gelijk de eerste stap pas is die dat paard vanzelf maakt. En dit is de oude proef. Dus dit is lastiger vanuit de achterkant te zien. Was die voor jullie zuiver? Dus je wil meer ruimte. Oh. Ja. Maar is hij zuiver? Je begint gewoon met, zie ik de juiste viertakt. Wat we net met het eerste paard hadden, dat het voorbeen al te snel weg is. En dat je wil dat het achterbeen het voorbeen verdrijft en dat je die V-vorm ziet. Ik vind het wel een beetje een twijfel van, ook lastig uit deze hoek, maar als je de hele proef hebt gezien en het paard gaat een keer meer ontspannen en de pas meer afmaken. En je krijgt wel daar meer kwaliteit in het stappen. Zou ik dan wat jij net zei, dat dan wel meenemen en daar op een voldoende kunnen komen. Maar zoals dit is, is het inderdaad beperkt qua ruimte en lichaamsgebruik. Maar ook wil je meer dat hij de pas afmaakt en dat je duidelijker de viertakt ziet en dat het achterbeen aansluit. Ja, een beetje saai, maar dit is een beetje hetzelfde verhaal. Hij tilt gewoon rechts voor alweer op voordat het achterbeen er is. Dus dit is gewoon niet de correcte viertakt. Oké, even kijken of we nou een goede krijgen. Ik wil jullie ook graag laten zien dat iemand heel goed kan stappen namelijk. Nou, daar hebben we hem. Ja. Nou, dit is wat zij zegt. Je ziet gewoon dat het paard fijn door het lijf, vlijtig blijft stappen. Alle passen even groot, alle passen even lang. En met de juiste gebruik van het lichaam. Dus, in de dressuurgroep is dit niet goed, want hij loopt achter de loodrechting. Ja, maar dat is ook waar ik mijn verhaal mee begon. Het is totaal iets anders hoe je bekijkt wat je in een dressuurproef wil zien en wat je in de aanlegtest wil zien. Je beoordeelt puur de natuurlijke aanleg. En loopt het paard te veel op de voorhand, dan doe je daar iets mee. Maar is het paard nog iets groen en is de aanleuning wisselend? Ja, dat kun je hem gewoon vergeven als je wel de kwaliteit ziet. Dus je kunt prima met een paard wat heel hoog scoort in de dressuur de IBOP niet halen. En andersom is het ook gewoon, kun je het hem gewoon vergeven. Als die aanleuning neem je wel mee als het
het paard stoort en je wil een constanter beeld. De tweede helft van deze lijn heeft het paard meer gemak in het stappen dan het eerste. Dus als die aanleuning, als hij nou iets groen is en wiebelig of wat te diep loopt, ja, maar net hoe erg het is, dat is niet zoals in een dressuurproef hoe je het beoordeelt. Maar als het de kwaliteit van de gang belemmert, is dat wel hoe je het meeneemt in je cijfer. Ja. Ja. Ja, je moet wel een beetje weten hoe je het paard het beste voor kan stellen in een e-bob. Dus dat je in ieder geval, ja, dat je wel alles eruit haalt wat erin zit en weet hoe je een paard door die proef heen moet loodsen. Ja, klopt. Oh, sorry. Oké, wat zeggen jullie van deze stap? Ik vind het best wel een goed voorbeeld namelijk. Ik vind het wel een hele goede stap hoor. Maar ik vind het altijd lastig als het voorbeen zo ver naar achter is, dat het helemaal van daar weggehaald moet worden, dat je eigenlijk daardoor zoveel overstap krijgt en heel veel ruimte lijkt te creëren, maar dat eigenlijk een beetje nep is, omdat het eigenlijk het voorbeen naar voren de pas groter moet maken en niet vanuit ver naar achter. Alsnog geef je een hoog cijfer op deze stap hoor. Zien jullie dat? Dus eigenlijk is het voorbeen nog zo naar achteren, waarmee de wat ver van. Waarom als ik één keer wiebel met dat ding, gaat het 10 video's verder? Oké. Is dit duidelijk voor jullie hoeveel verschillende manieren van stappen er is, dat je het hele complete beeld van wat je in de proef ziet meeneemt om een cijfer aan te koppelen en dat je dus heus wel een hoger cijfer kunt krijgen als aan het eind de stap beter is dan aan het begin door spanning. Dat het mag wisselen nog, maar dat je er wel iets van maakt je eindcijfer. Maar goed, dat je begint met tact en dat dat echt wel een aandachtspunt is. Dat je ook gewoon in de fokkerij wel echt kritisch moet zijn op het behoud van een kwaliteit in de stap. En een, in de hengstenkeuze of in wat de merrie zelf heeft. Ik wel vind dat je kritisch moet zijn op kwaliteit van stappen. Graag gedaan, is goed. Oké, nou ja, hier zijn wat voorbeelden van. Ik vind dat een foto, sowieso een video is zo plat, wat lastig is om het van te zeggen. Maar hier zijn wat foto's van wat het silhouet kan zijn. Nou ja, tekort in de hals, wat jij net zei, is wel iets wat afgestraft wordt in de rijerij. Sorry, hij is er weer. Tekort in de hals is wel iets wat echt wel streng afgestraft wordt als het paard de hele proef te kort en te veel op de hand wordt gereden, wordt daar wel iets van gezegd. Dat is niet de manier waarop we willen dat de paarden voorgesteld worden. Dus het is wel in die zin wat je in de dressuurproef ook hebt, dat je wil dat het paard met de neus eruit op lengte wordt voorgesteld en daarin ook op eigen benen blijft. Maar het is niet dat het de beoordeling zo beïnvloedt als op een dressuurproef. Deze houding is aan de voorkant heel mooi, maar hier zou je willen dat de achterbeen meer ondertreedt. Hier zie je een heel mooi plaatje, een heel mooi frame met het paard mooi nekhoogste punt en neus aan de loodlijn. Scroll ik even deze foto's door, want ik wil eigenlijk naar de video. Oké, draf is eigenlijk wel makkelijker om wat van te zeggen, omdat een tweetakt sneller te herkennen is. En je hebt al sneller een gevoel bij een draf, bij allemaal, dan dat je bij de stap alle gekkigheid kunt herkennen. Maar dan heb je ook in draven heel veel verschillende manieren. Nou is, dat lijntje wat we zien is diagonaal middendraf. Ik wiebel weer. Doe hem nog een keer hoor. Oké, het is diagonaal middendraf. Wat in de proef zit onder het zadellijn aangespannen. Dus je kunt wel de kwaliteit van het draven zien, maar ook zie je wat het paard aan handigheid heeft als hij moet verruimen en wat hij doet in beide overgangen. Wat zeggen jullie van deze kwaliteit van draven? Sorry?
Wat, nou, om te beginnen, wat vinden jullie er goed aan? Ja, hij is zuiver. Hij blijft makkelijk actief. De aanleuning is heel fijn. Dan zou je wel willen dat dat paard nog makkelijker ook meer naar boven blijft. Dus houding, balans, moet je iets mee. Maar je wil ook in beide overgangen meer zien dat het paard op het achterbeen iets gewicht overneemt van nature. Het hoeft niet iets te zijn wat al verzamelt, maar wel dat je daar ziet dat het lichaam kan rekken en in elkaar kan schuiven en dat het achterbeen blijft dragen. Dat is wel, dat kun je wel meenemen in het cijfer voor het draven en ook in het cijfer voor het schakelen. Hetzelfde verhaal voor deze. Oh, hij hangt stil. Loopt hij bij jou wel? Nee, hij loopt hier ook niet. Nee, ja, ik heb hem nu ook stil. Maar zal ik hem aanzetten? Nee. Nee? Oké. Okay. Probeer het weer. Nee. Ja, mag ook. Oké, we doen even technisch. Sorry? Wat zei je? Ja, ik ben blij dat ik het niet zelf hoef te doen. Zijn er vragen al tussendoor? Nee. Is het voor jullie... Ja, nou is het wel makkelijk altijd om mensen... Maar dat is met dressuursport net zo, dat... Als je niet hoeft te jureren, dat je een ander beeld ervan hebt hoe het is om het te doen. En dat je een ander oordeel kunt hebben of gevoel erbij. En dat je onderschat hoe moeilijk het is om het juiste cijfer te geven en om lijn erin te houden. Lukt dit? Ja, dit loopt gewoon. Je kunt het gewoon doen. Oké. En nu ben ik hier alleen weg. Ik heb hier mijn beeld niet meer. Even terug. Ja, hier waren we. Oké. Nou, er zijn zoveel filmpjes, dus ik zal ook een beetje doorlopen dat jullie niet helemaal vermoeid zijn met al die beelden. Kwaliteit, lossigheid, alleen drukt het paard zich ook weer iets voor over. En zou je willen dat hij van nature meer in balans blijft en dat je de kwaliteit houdt in de verruiming. Wel veel lossigheid, veel houding, mooi voorbeen. Dus als dat het beeld is in het algemeen, zeg maar, in die proef, dan is dat wel iets positiefs in wat je meeneemt daarin ook. Maar voor een hoger cijfer wil je dat het paard nog meer gesloten blijft en meer naar boven. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Nee, wat je wil is dat het paard van nature iets heeft wat klopt en bruikbaar is. Dus je wil kwaliteit zien wat het paard van nature in zich heeft. Dus... Je wil een achterbeen wat op de kleine hulp van de ruiter de juiste prikkel geeft. En dat het achterbeen in een overgang al de goede kant op loopt. Maar je wil niet verhevenheid of iets qua africhting zien. Want misschien dat je dan wel verder van de natuurlijke aanleg afkomt. Omdat dat meer kwaliteit van de ruiter is dan van het paard. Wat je dus ook in de fokkerij niet echt gebruikt. Dus waar ik mee begon ook is dat je wil dat het paard in alle drie de gangen takt zuiver is. Dat het paard van nature lichaamsgebruik heeft en zichzelf kan dragen. En dat je een overgang ziet waarbij het paard handigheid heeft om het achterbeen aan te sluiten. En meteen de passen af te maken in de volgende gang. Dus het is meer hoe je het algemene beeld van het paard hebt
in natuurlijke aanleg dan in verhevenheid of iets wat je van een vierjarige niet kunt verwachten. Snap je? Nee, je kijkt puur naar wat je ziet. En je kijkt naar kwaliteit en daar moet je een beoordeling op geven. En dat, ja, dat mag best nog groen en wiebelig zijn. Als dat kwaliteit heeft, dan kan het paard prima daarmee de juiste score halen. En misschien als het paard nog verder afgericht is, dat je een beter beeld krijgt, omdat het paard nog meer kwaliteit kan laten zien. Maar ja, dat is wat het paard van nature moet laten zien. Nou, deze wel weer een vlugger ritme. Een vlugger ritme en minder lichaamsgebruik. En eigenlijk blijft hij daarin wat voorover en wat snel in het ritme. Het paard is wel correct in de takt en de juiste houding. Maar voor een hoger cijfer wil je dus nog meer ruimte en daarin nog meer gedragen draf van nature. Dus dat er verschil in zit in kwaliteit, hoop ik dat dat voor jullie duidelijk is. En los van de leeftijd. En dan vind ik dat dit paard van nature meer kwaliteit heeft en meer gemak in het lopen. Alleen is dat nog wel iets groenig, dat je dat in de beoordeling wel meeneemt, zeg maar, wat betreft hoe die gepresenteerd wordt. Dus als hij daarin nu nog zo wiebelig en iets zoekt naar balans, is dat wel wat je op dit moment meeneemt in de beoordeling. Alleen je kunt wel kwaliteit herkennen, dus je kunt daar wel een cijfer op geven wat erop lijkt. Rotting. Snap je? Dus je doet wel iets met wat je ziet, alleen je vergeeft hem wel, als het hem niet in de weg zit, iets wiebeligs in het totaalbeeld, meer dan in een dressuurproef. Maar als dat paard nog steeds handigheid heeft in het schakelen en kwaliteit in het lopen, en dat paard kan zo in zo'n verruiming makkelijk een overgang van nature vanuit achterbeen dragen en in dat lichaam meedoen, dan is dat wel wat je moet waarderen. Ben ik al te traag? Ja, ik zit veel te lang in mijn filmpjes door te doen. Doen we nog even door naar de galop voor jullie om iets te zien in kwaliteit van galopperen, voordat ik hier te lang in dit blijf hangen. Want galopperen is wel weer een ander verhaal, waar ik jullie nog even iets van wil laten zien. En sowieso omdat er, en dat is misschien ook wel een stukje africhting, waar je wel iets mee moet. Galop links en rechts is heel vaak verschillend. Dus sowieso is dat wel met de leeftijd soms gemoeid, maar ook omdat het paard de kwaliteit niet heeft. Maakt niet uit, als hij ouder wordt, wordt hij niet beter, snap je? Goed voorbeeld deze, hè? Dus daar zie je gewoon dat het paard... Nou, dan ben ik het ook niet mee eens, want je hebt echt Friezen die echt heel goed kunnen galopperen. En kijk maar wat we vanmorgen in de baan hadden, hadden we echt wel veel kwaliteit. Ik verbaas me echt soms, wat ik net ook zei met dat aangespannen verhaal, dat mensen er tegenaan hikten om te gaan galopperen voor de kar. En dat ze eigenlijk verrassend goed galopperen. Maar ja, je beoordeelt wel wat je ziet, het is wel gewoon kwaliteit. En dat is hierin qua balans en retact gewoon moeilijk. Dus je wilt dat het paard blijft rollen in die galop, dat je de juiste drietakt ziet, dat het paard daarin zichzelf kan dragen, dat je in de overgang alle natuurlijke handigheid ziet. En dat moet je dan ook dus links en rechts kunnen zien, want links en rechts is nogal vaak verschillend, dat je dat in je cijfer meeneemt om tot één cijfer te komen voor de linker en de rechter galop, wat ook klopt. En wat je dus ook weer kunt toelichten naar de ruiten toe. Nou, deze galop is een beetje blokkig en iets neerwaarts. Wel op zich een handig ritme, maar zou eigenlijk meer sprong moeten hebben en meer blijven rollen. Dat je dus daarin niet een soort van naar boven klein galopje houdt, maar met meer sprong en ruimte en daarin dus meer mogelijkheden. Nou, doe nog één. Maar als je ook ziet hoe handig dit paard de galop inrolt, dat is al wel iets van natuurlijke aanleg. En niet iets wat de ruiter per se ergens moet verbloemen. Alles wat vanzelf gaat en wat het paard, waar het paard kwaliteit in heeft, ja, dat is niet te missen, snap je? Dus als je ziet dat het heel erg vanzelf is
en het paard heeft daarin de mogelijkheden en biedt het zelf aan, ja, dan is dat eigenlijk de waar je blij van wordt. Oké, okay, ik heb nog tig filmpjes, maar ik zal het hierbij laten. Ik dacht, we moeten in ieder geval even een beetje samen gaan jureren, dat jullie ook even ermee kunnen voelen hoe het is en een beetje kijken wat voor afweging je maakt om tot een cijfer te komen en wat je verwacht van een aanlegtest, hoe je kijkt naar kwaliteit. Dus ik hoop dat dat voor jullie een beetje een duidelijk verhaal is, dat wat je verwacht en hoe je tot een cijfer komt. Hebben jullie daar nog vragen over? Nou, makkie. Oké. Okay. Nou, sorry voor mijn technische verhalen en voor te veel filmpjes. Maar ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen. En bedankt voor jullie aanwezigheid. Het was meer omdat Mechtelt zo lang bezig was, hoor. Dat